256 dood en daar ken ik er 40 van. En ik wil gewoon niet dat het er meer worden. En het bestaat niet dat jij daar niets van weet. Tijdens deze Amsterdam Gay Pride gaat het toneelstuk The Normal Heart in première. In het theater en met een eigen boot tijdens de Canal Parade. The Normal Heart is een aangrijpend theaterstuk over de opkomst van de AIDS-epidemie in de jaren 80. Iets wat voor mij en voor veel andere mensen van mijn leeftijd een ver van mijn bedshow is, maar nog niet zo heel lang geleden waren HIV en AIDS nog niet te behandelen en ging je er gewoon dood aan. AIDS. Federal health officials consider it an epidemic. Je kunt hier in New York geen krant opslaan, geen radio of televisie aanzetten of het gaat over AIDS. I've met in fact I have three friends that have died from it and you know, what can you say? Just gotta be careful. Het is bijna een soort middeleeuws pesttafereel, dat er iets komt wat zich razendsnel verspreidt, niemand weet wat het is. Kun je nog wel een hand geven, kun je nog wel een zoen geven, kun je nog, hè? Er was nog heel weinig over bekend hoe het echt overgedragen werd. In die fase wist men gewoon niet wat het was. En vielen mannen bij bosjes om je heen. Dus dat is verschrikkelijk. Wat natuurlijk ook zo erg was, dat het in het begin AIDS de hele homo-scene stigmatiseerde. En dat is heel erg. Hoe durven jullie uit te maken wie er doodgaat en wie niet? We krijgen wel een gevoel mee door het stuk en door de teksten die we uitspreken. Maar het blijft toch ook ergens heel ver van je af. Luister, natuurlijk wil ik jullie helpen. Een goede vriend van mij ligt op dit moment in een ziekenhuis hier aan dood te gaan. Maar waarom? Omdat het gevoelig ligt. Het is zo heftig dat ik... Je probeert je wel in te leven, maar je kan het je ook bijna niet voorstellen volgens mij als je het niet bewust hebt meegemaakt. Het feit dat je van liefhebben, dat je daar dood van gaat, dat is toch absurd? Het is absurd. Ja.